Goedemiddag, welkom op deze uitzending en deze keer wil ik het graag met u hebben over de vorm van een zak bij een broek. En dat is van belang, want inderdaad, de vorm van de zak bepaalt of je op die hoogte, op heupen en billen, slanker gaat tonen met de broek, ja of nee. Kijk, ik heb hier twee vormen. En dan heb ik natuurlijk een vraag naar u toe. Welk van beide vormen toont het langste, toont het smalste? En welk van beide vormen toont het breedste, het minste slank? Wel, ik hoor u al zeggen dat deze vorm werkelijk het slankste toont. En deze vorm lijkt wel breder te tonen. Nochtans, en ik kan het zeker zeggen, zijn het exact dezelfde vormen. Maar doordat deze vorm verticaal doorgesneden is, krijg je een optisch liftend effect, wat je hier bij deze horizontale doorsnede niet hebt. En dit is een belangrijk principe wat betreft de vorm van de zakken bij een broek. Ik ga een voorbeeld geven. Deze broek heeft een horizontale zak. Dat wil zeggen dat dit geen slankmakend effect is ter hoogte van heupen en billen. Veel beter is een verticale zak, of toch tenminste zo verticaal mogelijk. En dan hebben we deze broek en die heeft een verticale zak. Nog eens geaccentueerd door de rits die hierin zit en eventueel ook nog door de naad die hier extra naar voren komt. En dat is natuurlijk een ongelooflijk slankmakend effect ter hoogte van heupen en billen. En ja, bij de meest gangbare broekzak die we allemaal kennen, zie je dat hier altijd een stukje zo verticaal mogelijk is. En dan mooi toch horizontaal voor de vorm. En je ziet dat kleine stukje verticaal helpt om mee slanker te tonen. Zo zie je maar kleine elementen bij een broekzak die toch dikwijls een verschil geven. Zo, ik wens u nog een fijne namiddag.